Welkom bij de laatste aflevering van Oogsport van 2008. Er werden dit weekend weer een aantal spectaculaire wedstrijden gespeeld. Nick nam het gisteren op tegen Detels uit Dordrecht. En er werd gebasketbald. Hanse van Capitals speelde tegen Upstairs Weert. In onze rubriek Nakaarten praat Piet van Dijken met oud-voetballer Arafat Heuvel. Maar zoals u van ons gewend bent, gaan we eerst naar FC Groningen. FC Groningen kroop zaterdagavond uit het diepe dal door met 5-2 te winnen van Roda JC. FC Groningen begon zaterdagavond in Kerkrade al aan hun kerstviering. De ploeg van Ron Janst won met maar liefst 5-2 van Roda JC. De grote man van de wedstrijd was Marcus Berg, die 4 keer het net wist te vinden. Het derde doelpunt van de spits was ook echt eentje om in te lijsten. De doelman was een beetje te ver uit en ja, ik heb alleen één kans te scoren en hij was te stift en ja, het was een mooi doelpunt. Het geeft ook weer aan dat de laatste weken, eigenlijk de hele competitie al, was er veel kritiek op Marcus vanwege zijn spel. En ook vanwege zijn irritatie in zijn spel. Nou, daar begrijp ik ook wel iets van. Maar het werd allemaal, op een gegeven moment werd het steeds slechter en slechter en slechter. Terwijl hij al wel op 9 goals stond. En ja, hij heeft nu met deze wedstrijd, het collectief was fantastisch. Maar hij was natuurlijk de man van de wedstrijd met 4 goals. En weliswaar 2 strafschoppen, maar de eerste kopbal, maar met name die lob, ja, die was gewoon geweldig. Na 4 nederlagen op rij wist de FC eindelijk weer eens te winnen. Ondanks de ruime zegen vond trainer Ron Janst dat er qua spel hier en daar wel wat verbeterpunten waren. We kwamen heel vroeg na 3 minuten al op 1-0. En vond ik dat we een beetje te veel op tegenhouden speelden. En niet dat Roda nou heel veel gevaarlijke momenten daardoor kreeg. Maar er waren veel meer momenten om te voetballen. Want onze backs waren eigenlijk in de opbouw vrij. En dan speelden we toch heel vaak de lange bal al naar de spitsen toe. En, dus ik vond dat er nog wel voetballend meer in had gezeten de eerste helft. De ingevallen Barry Powell, die vorige week nog buiten de selectie werd gezet, had een belangrijke bijdrage aan het 5e doelpunt van FC Groningen. En in eerste instantie was dat niet gelukt. Als je een keer ruzie hebt, dat is helemaal niet zo erg. Dan praat je eruit en dan pak je de draad weer op. Nou, dat is in tweede instantie wel gelukt. Dus wat dat betreft is het zo alleen maar mooi dat hij weliswaar via de voeten van de keeper van Roda Castro toch ook een aandeel in de score had. En dat is alleen maar mooi. Met deze overwinning staat FC Groningen op de 6e plek in de Eredivisie. Na de kerst speelde FC in de Euroborg tegen Heerenveen.